kom maar binnen met Asja. Nou, ik ga er eventjes helemaal goed nakijken, ja, zodat we weten of ze veilig mee op reis kan. En zorgen dat er geen twijfel kan ontstaan als iemand er controleert onderweg naar de eindbestemming. Nou, als dit hondje niet in een goede conditie is om te vliegen, dan weet ik het ook niet meer. Dus ik ga die formulieren allemaal keurig aftekenen. Zij mag naar Dubai. Voordat de hond gaat vliegen, of de kat, gaan we alles controleren. Of alle papieren kloppen, de mate van zo'n dier, of dat klopt met de mate van de kennel. Dat zijn dingen die heel belangrijk zijn. We doen een speciale mat in die vocht opneemt, een skymat. En die zorgt ervoor dat mocht de hond een plas doen, dat hij dan in ieder geval droog blijft en comfortabel de vlucht kan doorstaan. Een hondje voor Dubai. Kom ik brengen. Hier worden de honden en katten altijd geplaatst voordat ze weggaan. Ten eerste moet ik even kijken of de kennel in orde is, of de hond ook er goed uitziet. Dus, nou ja, goed, bij deze, dat hebben we net al gezien. Gaat volgens mij hartstikke goed. De hond wordt ook uitgelaten net voor vertrek, dus dat is toch wat lekkerder. Deze zaaltjes kunnen dicht, zodat het zo stil mogelijk vervoerd kan worden over het platform.